Weekoverzicht van 17 tot en met 21 juni. Afgelopen zaterdag op 15 juni rond 3:30 grote consternatie bij station Hilversum. Een vrouw was onder de trein gekomen. De traumahelikopter met het medische team landde op het grasveld voor het station en hulpverleners haasten zich naar het slachtoffer. Het slachtoffer was met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En over haar toestand is niks bekend. De afgelopen jaren is er flink gewerkt aan de vernieuwing van Hilversum Noord. Vandaar dat op zaterdag 15 juni een bruisend wijkfeest werd georganiseerd. De middag werd feestelijk geopend door het optreden van Jong Beatrix. In die 10 jaar hebben woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen en de gemeente de wijk opgeknapt. Er zijn verschillende woningbouwprojecten geweest, woningen gerenoveerd, de openbare ruimte opgeknapt. En dat vieren we vandaag met de bewoners. Wat vindt u zelf van de nieuwbouw? Dat vind ik hartstikke mooi. Beter als dat die oude bouw wat er hier stond. Het is opgeknapt van de buurt hier. Zeker weten. Perfect zo. Netjes allemaal. Het wordt netjes bijgehouden allemaal nou tegenwoordig. Goed zo. En wat gaat er gebeuren met de oude huizen? Die blijven gewoon te staan. Als die leeg komen, dan worden ze verkocht. We geven de wijk terug aan de bewoners. Dat doen we met de opening van het nieuwe woondienstencentrum Lopez Diaz. Dat is een feestelijk moment. En natuurlijk zijn er nog een aantal projecten die gewoon door blijven gaan. Zoals het opknappen van de openbare ruimte. En ook de woningcorporaties blijven natuurlijk actief in deze wijk. Ja, Hilverzorg zit hier in de wijk met haar wijkteam en zorgt ervoor dat ouderen veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En nu met de opening van Lopez Diaz kunnen mensen ook bij ons komen wonen in hun eigen wijk. En dan is er 7x24 uur zorg bij hun dichtbij en kunnen ze zo zelfstandig mogelijk in hun eigen wijk hier blijven wonen. Op deze dag vonden er diverse activiteiten plaats. Klap op de vuurpijl, een grandioze loterij. Nummer 1, 2, 0, 5. En Wilma, die wil ik zelf geven, want ik wil er wel een kusje voor. Ja, want ik hou van vrouwen. Applaus. Afgelopen zaterdag was de muziektent op de Kerk Brink het podium van het Kleurrijk Festival. Een omstander had er beelden van gemaakt. Hier treden amateurbands en dansers op. Ondanks de felle wind was het een groot succes.
Iedere muzikant droomt ervan. Spelen in het Metropoolorkest. Daar kom je natuurlijk niet zomaar. Enthousiaste jonge muzici konden op de open dagen van het Globe kennis maken met het bespelen van een instrument. Het MCO, de plek waar we nu zitten, is ook dé plek die we uit moeten buiten aan alle kanten. Dus dit is het muziekcentrum van het Gooi van de regio. Groter misschien zelfs. Van piano tot viool, van drumstel tot gitaar. Er is veel talent te zien. En ook veel talent te horen, want we hebben natuurlijk, je weet het van tevoren nooit, maar iedere docent heeft hier speciale mogelijkheden om die talenten verder te ontwikkelen. Morgen wordt het tropisch warm in Nederland. Wat vaak gepaard gaat met extreme warmte is hittestress. Maar wat is hittestress? Omdat hittestress een beetje een algemene term is, zouden we dat een beetje uit elkaar moeten halen. Er zijn verschillende problemen die kunnen ontstaan door overmatige hitte. Sommige mensen die voelen zich verslapt en vallen flauw van de warmte. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen. Andere mensen verliezen overmatig zouten door veel transpireren en krijgen dan een soort van hittekramp, spierkrampen. En in het ergste geval zijn mensen zo verhit dat hun temperatuur in hun lichaam dusdanig hoog wordt dat het tot problemen leidt. En dan is het wel zaak om naar een behandelaar toe te gaan om geholpen te worden om de temperatuur weer te kunnen reguleren. Om hittestress te voorkomen moet je de overmatige belasting aan de hitte zoveel mogelijk voorkomen. Dus niet te veel in de warmte verkeren. Niet op het heetst van de dag in de zon gaan liggen of activiteiten buiten in de zon verrichten. Intensieve lichamelijke inspanningen, die kun je nog wel verrichten, maar toch met mate en vooral op de koelere tijdstippen van de dag. Dus 's morgens, als het nog niet te erg is opgewarmd, of 's avonds, als het alweer afkoelt, dan kun je best je rondje gaan hardlopen. Het is onverstandig om dat midden op de dag te doen. En het is onverstandig om dat in de volle zon te doen. En als bepaalde activiteiten toch onvermijdelijk zijn, dan is het belangrijk om kortdurend actief te zijn en daarna pauzes in te bouwen en af te koelen in de schaduw. Naast het feit dat je zoveel mogelijk de warmte moet vermijden, moet je natuurlijk inderdaad letten op wat je eet, maar vooral op wat je drinkt. Je moet voldoende vocht innemen op zo'n hete dag. En daar zijn algemene regels voor, dus tenminste 2 liter water per dag. Zelfs als je niet echt dorst hebt, moet je toch proberen dat wel te halen. En als je door inspanning meer vocht verliest, moet je nog meer drinken. En daarnaast zou ik in het algemeen zeggen dat je lichte maaltijden moet proberen te gebruiken die niet te zwaar op de maag liggen. Want als je het warm hebt, dan voel je al vaak wat lomer. En als het lichaam dan ook nog een zware verbranding van een maaltijd op moet brengen, dan kost dat extra energie. De mensen die het meeste risico lopen om last te krijgen van de hitte, dat zijn ouderen. En kleine kinderen, babytjes met name. Voor ouderen geldt dat hun lichaamsfuncties sowieso wat achteruit gaan door de oplopende leeftijd. En dat geldt ook voor de temperatuurregulering. En voor kleine baby's geldt dat zij voldoende vocht moeten blijven innemen op zo'n warme dag. En die verhouding is bij die kleine kinderen snel verstoord. Het verlies van vocht en de opname van vocht. Dus daar moet goed op gelet worden door de ouders. Extra water geven is dan verstandig. Mogen we dan nog wel genieten van de zon?
met mate, een beetje in de zon, lekker genieten is natuurlijk geen probleem. Maandag 17 juni was er in het Tergooi ziekenhuis in Blaricum een lezing van dokter Harvey Karp over huilbaby's. Let's talk about babies first. So this approach is a goal to help with these crying babies. The babies who cry and cry and cry for hours a day sometimes. But it's also to help easier babies be even more easy. And the goal is not just to help with crying. The goal is to help all babies sleep at least an extra hour at night, and hopefully longer than that. So there are three new ideas with the happiest baby. The first is the concept of the fourth trimester, which turns out to be the critical concept, because pardon me, if you understand that a baby is born 3 months before they're really ready for the world, then you understand what your job is as a new parent. For those first 3 or 4 months, you are one big walking uterus, and you're holding your baby, and you're walking your baby. Inside, you're holding your baby 24 hours a day. So after the baby's born, if you hold your baby 12 hours a day, it may seem like a lot from your perspective, but from the baby's perspective, it's a 50% cutback from what they had originally. Inside, they're hearing a sound 24/7. So if they hear sound just during their sleep period, 12 or 14 hours a day, that's a big reduction from what they had before. So when you know that your baby is born 3 months too soon, you're not worried about spoiling your baby or giving your baby too much, or you don't believe, oh, it's important for babies to cry to make the lungs strong. You understand that your job is to present your baby the stimuli, the reassuring sounds and holding that the baby had 24/7 inside. So that's the first step. The second is the idea of the calming reflex. Babies have over 70 reflexes they're born with. These are automatic behaviors that you don't teach them. They're just born knowing how to do. So for example, sucking. You don't teach a baby, go like this, and then swallow, but breathe and then swallow. I mean, if you had to teach a baby how to suck, they would die. They would die, they wouldn't be able to learn it. Crying is something babies are all born knowing how to do. There are many other reflexes babies are born with, like blinking and the startle reflex. But what wasn't known is that there's another series of reflexes which are a relative off switch for crying and on switch for sleep that all babies are born with. And the way you activate this reflex or this series of reflex is by doing the five S's, which are five steps that imitate the baby's experience in the womb. So the five S's are swallowing, the side stomach position, shushing, swinging, which is rhythmic motion, and sucking. And the way you do those and the way you combine them makes the magic happen, makes this response effective. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.thehappiestbaby.com. Op de Annershoeve wordt hard gewerkt. We zijn hier bezig met het starten van het waterbeton. Wij zijn gisterenmorgen om 6 uur begonnen. En we zijn gaan door tot donderdagochtend 6 uur. We rijden met 10 auto's per uur gemiddeld. Dat betekent dat elke 6 minuten een vrachtwagen met beton maakt. We storten totaal 4250 kub. En daar zijn we dan 48 uur gemiddeld mee bezig. Donderdagochtend is de overlast van het vele vrachtverkeer voorbij. Aan de Kerklaan 3B staat een loods die omgebouwd zal worden tot een appartementencomplex voor starters. Projectleider Mark Varro legt het plan uit. Ik heb het plan gerealiseerd om een oud bedrijfsgebouw om te bouwen naar 6 starterswoningen. En zoals je hier op tekening kan zien, ga ik inpandig 8 parkeerplaatsen realiseren. Je komt hier binnen in de parkeergarage. Daar is tevens de ingang van de eerste 3 woningen. Die zit aan de achterkant. Op de begane grond is de slaapkamer met de badkamer. Dan ga je naar boven. Op de eerste verdieping is de woonkamer en een buitenruimte.
De andere drie woningen zitten aan de voorkant. Dan kom je binnen via de zijingang. En die betreed je via een binnentuin. Ik haal dus een stuk uit het dak en ik creëer een binnentuin. Dat kun je hier zien. En via de binnentuin kom je binnen in de drie woningen aan de voorkant. En die zijn dus allemaal op de eerste verdieping. Het zijn ongeveer woningen van 60 vierkante meter. Maar niet iedereen is er even blij mee. In afwachting van de bezwaren is de bouw nog niet begonnen. Het was eigenlijk de bedoeling om 6 maanden geleden al te starten met de bouw. Alleen in de buurt waren er wat bezwaren met betrekking op de brandveiligheid en de parkeerproblematiek. De laatste stukken over die brandberekeningen zijn net ingediend bij de brandweer en bij de gemeente en liggen nu ter beoordeling. Ik hoop eigenlijk toch wel op korte termijn te kunnen starten. Want zoals je ziet is het gewoon klaar om te beginnen. Hier hebben altijd bedrijven in gezeten. Maar voor bewoning gelden weer andere normen volgens het bouwbesluit. Juist omdat de buurt zo'n bezwaar heeft gemaakt, hebben ze nog extra strengere eisen gesteld. En moet ik toch aan meer eisen voldoen. En dat gaan we nu doen door de bouw aan te passen. En zo hebben we nu de nieuwe aanvraag ingediend. Het zou nu goed moeten zijn dat het voor iedereen veilig is. Ja, daar zijn hele speciale materialen. Precies de kenmerken kan ik zo niet even opnoemen, maar dat staat allemaal in de aanvraag. En dat zijn allemaal brandvertragende materialen. Vermacel, dubbelgips, ja, er zijn heel veel ingewikkelde termen voor. Maar daar hebben we de bouw wel iets op moeten aanpassen. Parkeren wordt opgelost inpandig. Er komen 8 parkeerplaatsen en er zijn 6 woningen. Dus iedere woning heeft zijn eigen parkeerplek en ook bezoekers kunnen ook nog parkeren, want er zijn 2 plaatsen extra. Op straat hebben ze geen last van de extra parkeerdruk die dit zou moeten geven. De binnentuin wordt op dezelfde manier gecreëerd als in het project hier verderop. Daarom staan we nu ook even buiten, dat je kan zien van hoe oud dit is en hoe vervallen het er nu uitziet en hoe het dan straks gaat worden. Zwaaien de mensen achter beeld en geluid? Maar naar wie zwaaien ze nou? En waarom? Maar natuurlijk, de Oranje tentoonstelling. Albert Verlinde was aanwezig om de tentoonstelling te openen. Deze tentoonstelling, nu denkt iedereen, oh natuurlijk, ja, we hebben de inhuldiging gehad en de abdicatie, en, of in andere volgorde. En dat betekent dat ze daarom met beeld en geluid dachten, wat leuk, we gaan een tentoonstelling maken, Leven met Oranje. Maar dat is niet de aanleiding. De aanleiding dat deze tentoonstelling gemaakt is, bedacht is, heeft alles te maken met de viering 200 jaar Koninkrijk. De werkzaamheden zijn 1,5 jaar geleden begonnen en dit fantastische instituut heeft alle mooie beelden bij elkaar gezocht, beelden van u en mij, van Nederland en onze Oranjes. Die tentoonstelling gaat vandaag openen. Welkom bij het collectieve audiovisuele geheugen van Nederland. Vastgelegd in meer dan 115 jaar video en audio. Als u straks gaat kijken naar boven gaat, dan ziet u 3 grote wanden aan de buitenkanten van de tentoonstelling. En op die 3 grote wanden spelen zich 5 verschillende thema's af. Vieren met Oranje, strijden voor Oranje, de taken van Oranje, rouwen met Oranje en sporten met Oranje. Ik zou graag de genoemde ambassadeurs, behalve Erika Terpstra die er helaas vandaag niet bij kan zijn, maar de 4 andere ambassadeurs, Jeroen Snel, Albert Verlinde, Hans Goedkoop en Astrid Kerstboom, willen vragen iets naar voren te komen en zich te vervoegen bij de heren lakeien daarboven. Wij gaan hem nu openen met deze ambassadeurs. Ik wens u heel veel plezier. Dank u. De Hilversumse fotografe Yvonne van den Berg deed mee aan de Bruidsfoto Awards in de categorie Ceremonie. Uit ruim 1600 inzendingen belandde ze met deze foto bij de 70 genomineerden, waarna ze de 3e plaats behaalde. Nou, ik ben toen ik 40 was, ben ik pas de fotoacademie gaan doen. En dat was, dat vond ik zo ontzettend leuk, dat ik daarvan ook wel mijn vak wilde maken. Maar ik had een fulltime baan, of fulltime. Ik werkte 4 dagen in de week bij de gemeente Hilversum. En overigens een geweldige werkgever, want ik mocht het ene afbouwen en het andere opbouwen. En ongeveer 3 jaar geleden heb ik helemaal ontslag genomen en ben volledig als fotograaf aan het werk. Foto's heb ik altijd al willen maken. Dat is altijd, toen ik een jaar of 10, 11 was, toen kreeg ik mijn eerste cameraatje al. Maar ja, dat waren toen nog rolletjes.
Dus de lol ging er heel snel af, hè? Want dan gaat al je zakgeld op aan de rolletjes. Er zaten er iets van 12 op of zo. Nou, dat is natuurlijk zo volgeschoten. Dus het heeft er altijd wel een beetje in gezeten. Belichting is het belangrijkste in de fotografie. En wat ook heel belangrijk is, inderdaad kijken hoe ziet de achtergrond eruit? Hoe lopen de lijnen? Dat is minstens zo belangrijk als de belichting. Zodat je echt heel goed kijkt naar het totale beeld. En dat heb ik geleerd. En wat ik vooral geleerd heb, is heel kritisch kijken. En ook heel brutaal worden als er iemand in de weg staat. Ik hou van portretten. Ik hou van details. Ik hou eigenlijk van mensen. En in de bruisfotografie kan ik dat allemaal kwijt. Dus want je fotografeert en de mensen die, die gaan trouwen. Je fotografeert details. Overzichtfoto's, het is een reportagestijl, dus alle facetten die ik leuk vind, vind je terug in trouwfotografie. Je wil de emotie terug laten zien. Het zijn niet de standaard foto's die je maakt, maar gewoon de foto's zoals het ook was. Weet je, dus echt een reportageachtige stijl, dus inclusief de emotie. En daar zit je ook de hele dag op gefocust, van de gasten, van het bruidspaar, iemand die, dat ze even hun handen vasthouden of troosten. Je hebt ook bruiloften natuurlijk dat de hele dag alleen maar een tranendal. Niet van verdriet, maar gewoon van emotie, van blijdschap. Een eerste prijs zat er nu nog niet in, maar de derde plaats plus eervolle vermelding bij de felbegeerde Bruidsfoto Awards in de categorie ceremonie. Moest je echt wachten tot deze foto dat je dacht van ik hoor erbij? Je hebt natuurlijk wel veel meer leuke foto's, maar ik vond deze zo sprankelend. Ik denk van, en ik ben niet zo van de wedstrijdjes namelijk. En, want ik vind dat heel subjectief. Want wat is nou mooi? Of wat is nou een leuke foto? En, maar ja, dit is best wel een ding in de trouwwereld, zo'n BFA Award. Dus ik dacht van, ik stuur gewoon eens die foto in. Want deze had ik, denk ik, een jaar geleden had ik gemaakt en ik vond hem nog steeds heel erg leuk. En nou ja, deze viel dus in de prijzen. Maar ja, nu ik dus in de prijzen ben gevallen, smaakt het wel naar meer. Oké, dames en heren, zullen we even hier gaan staan? Dan zeggen we met elkaar nog even wat leuke woorden bij gelegenheid van de opening van deze expositie. Dus jullie moeten echt dichtbij, hoor. Een goed idee. Even wat dichterbij voor een paar mooie woorden. Want vanaf vandaag is er in het Museum Hilversum de projecttentoonstelling ROC Verbeeld, open voor publiek. Museum, politiek en onderwijs. Ze waren allemaal bij de presentatie van het eindejaarswerk van de eerste en tweedejaarsstudenten van de afdeling Media. De eerstejaarsstudenten geven hun visie op Hilversum in het jaar 2025 in video, een promo en een poster. De tweedejaarsstudenten hadden een vrije opdracht. Afgelopen woensdag zijn de winnaars bekendgemaakt. Het werd heel spannend en uiteindelijk een gedeelde eerste plaats. Maurits Bronsveld, je bent een van de prijswinnaars van de Motion Graphic Awards van het ROC. Kun je vertellen waar die film over gaat? Ja, we hebben een film die heet Timeless. We hebben heel veel tijdloze objecten zoals klokken zonder wijzers en wijzers die rondvliegen. Om toch echt het woord tijdless goed, of timeless goed uit te beelden eigenlijk in onze film. En dat hebben we geprobeerd in 2 minuten tijd naar voren te brengen eigenlijk. Nou, we hebben in Almere gefilmd en in Hilversum zelf. Naast onze school hadden we een mooie plek en in Almere zijn we heel Almere eigenlijk doorgegaan om mooie locaties te vinden en unieke plekken eigenlijk voor ons film. We zien hier nu iets achter, kun je vertellen wat we nou zien? Ja, hier is een oud kasteel dat staat in Almere, dat is helemaal afgelegen. Daar heb ik geprobeerd om dat gebouw wat naast het kasteel staat, heb ik begroeid eigenlijk met gras, met natuur en wat ook eigenlijk tijdloos is. Als het heel lang staat, dan wordt het helemaal begroeid. En ik heb het kasteel wat eigenlijk nog helemaal niet af was, heb ik een ander kasteel, een oud kasteel, die wel gewoon af was, heb ik het transformeren eigenlijk. Jamie Heijstee, ook eerste prijswinnaar van de Motion Graphic Award. Ja, dat klopt. Wat heb jij gemaakt? Ja, zoals je kunt zien, ik heb iets met ogen gedaan. Ik heb geprobeerd met een ander zintuig naar voren te laten brengen. Ik heb geprobeerd door middel van ogen, dus zien, gehoor naar voren te brengen op de ritme van de muziek. En dat gaat eigenlijk zo alsmaar door.
Hoe heb je dit gemaakt? Het ziet er heel indrukwekkend uit. Ik heb eerst mijn eigen ogen gefilmd. Dat is een filmpje van ongeveer 17 seconden. En dat heb ik zo op de muziek verwerkt. En dat er een soort van flow in zit. En elke keer gaat er een andere oog. Zijn het allemaal andere opnames of heb je gedubbeld? Het is één opname. Die heb ik achter elkaar gezet. En allemaal juist op het juiste moment geknipt, zodat hij het oog net dicht gaat. Want wat ik nu zo zie tijdens de opnames is dat het van nou, misschien wel 200 ogen naar nu 4 gaat. Ja. Waarom heb je dat zo gedaan? Ik ben begonnen met van één oog naar 1600 ogen te gaan. 1600? Het zijn er 1600 aan het begin. Dan wordt de spanning wordt een beetje opgebouwd, maar je weet wat er gaat komen. En als je juist anders achter voren doet, dan wordt de spanning naar één punt gericht. En dat is eigenlijk wat ik naar voren wil brengen. De tentoonstelling is tot en met 14 augustus in het Museum Hilversum te zien. Vanaf volgende week zijn op RTI alle 8 filmpjes te zien. Medio 2012 was het uitgaansgeweld op de Groest regelmatig het gesprek van de dag. Men vond dat er een halt moest worden geroepen aan al het geweld en dat de oorzaak moest worden onderzocht en worden aangepakt. Maar ik denk dat dit een hele goede aftrap is van een campagne die de komende week verder gaat en die in de loop van de jaren verder tot gevolg heeft dat Hilversum echt een hartstikke veilige, prettig en mooi uitgaansgebied wordt voor lange jaren. Ondertussen heeft Stichting Respect het initiatief genomen om een alcoholloze kroegentocht te organiseren voor ouders. We hebben deze kroegentocht georganiseerd samen met de horecaondernemers van Hilversum. Het is geen geheim dat Hilversum vorig jaar behoorlijk heftig in het nieuws is geweest. We hebben zelfs opsporing verzocht gehaald. Daardoor heeft Hilversum een beetje een vervelende klank gekregen, vooral in het uitgaansgebied. Stichting Respect kwam op het idee, omdat gemeente Hilversum een imago aan het ontwikkelen was, dat het een vreselijke omgeving was om uit te gaan. En we wonen hier en we kennen het hier en we dachten, ja, dat kan niet waar zijn. En zo kwamen we eigenlijk op het idee om zelf te gaan kijken en van, goh, zouden we niet ook met ouders moeten gaan kijken en krijg je dan een ander beeld? En moeten wij ook niet veel meer met elkaar in gesprek, met onze kinderen, met de ouders, met mensen uit de horeca? Nou, zo kwam het balletje een beetje aan het rollen. Tijdens de kroegentocht worden de ouders rondgeleid door de kroegen in het centrum en krijgen zij de gelegenheid om vragen te stellen aan leden van het horeca-interventieteam tot kroeghouders. Waar deze presentatie aan het voorbereiden waren, trapte ons eigenlijk een beetje in dat we vervielen in een oude gewoonte. We kregen een vraag om hier aan deel te nemen, dat wilden we heel erg graag. En gelijk gingen bij mij allemaal lampjes branden van, nou, we moeten beeldmateriaal gaan aanvragen en laten zien wat op straat gebeurt. Dus eigenlijk gingen we heel erg investeren op, hebben we beeldmateriaal van iemand die drugs heeft gebruikt? En wat doet zo iemand dan? We hebben heel veel beeldmateriaal van minderjarigen die te veel gedronken hebben. Wat gebeurt er met zo'n meisje of zo'n jongetje? Of iemand die heel erg in het verzet gaat, omdat hij zich heel erg groot wil houden in een groep. Iemand die nooit thuis de braafste jongen van de klas is, bij wijze van spreken. Maar die onder groepsgedrag in één keer echt alfa gedrag gaat vertonen. En zich te groot voelt om even zo'n legitimatiewijze te laten zien. Goedenavond, heren, kom ook binnen. Het is vandaag ouderenavond op de Groest. Ik lach er een beetje om. Want we gingen een kroegentocht houden zonder alcohol. Met ouders. Maar de essentie is eigenlijk een voorlichtingsavond. Ja, dat klopt. Dat is het ook. Ik denk onbekend maakt onbemind. Ik denk dat een hoop ouders niet weten waar hun kinderen nou uitgaan en wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat het een goed initiatief is om eens te laten zien wat er nou allemaal zo gebeurt in het uitgaansgebied. En daar gaat het nog wel eens mis. Ik bedoel, je ziet toch wel in de weekenden rare dingen langskomen. Wat is in principe jouw hoofdtaak? Mijn hoofdtaak is voor de orde en rust te zaken, te zorgen binnen de zaken waar wij zeg maar de gastheerschap uitvoeren. Ideeën bewijzen. Daar wordt nog wel eens mee gesjoemeld? Daar wordt door jongeren heel veel gesjoemeld met ideeën bewijzen. Zeker in de 16-plus zaken, dat mensen 15 of 15,5 zijn. Verzin maar wat en dat ze de ID's vervalsen, geboortedatums veranderen, stickertjes erop plakken, et cetera, et cetera. Wanneer kom jij thuis dat je denkt, nou, ik vond dit een zorgwekkende avond? Nou ja, gelukkig is dat niet vaak dat ik het een zorgwekkende avond vind. Ik vind het zorgwekkend als ik de jeugd eigenlijk zie aankomen met te veel drank, te veel discussies op tenten, te jonge mensen. En dat ik dan soms denk van, ouders, letten jullie ook een klein beetje op jullie eigen koters.
Aan het einde van de avond werd er een presentatie getoond over onder andere de wetswijziging van het alcoholbeleid voor jongeren. Wetswijziging 1 januari 2014. Wat gaat die inhouden? Ja, op afgelopen dinsdag is door de Eerste Kamer besloten dat vanaf 1 januari 2014 de leeftijd om alcohol te mogen kopen en om alcohol te mogen verkopen naar 18 jaar gaat. Voorheen was het zo dat je gewoon 16 jaar mocht je nog alcohol kopen, mocht je verkocht worden. En nu is straks ook de jeugd van 16 en 17 is strafbaar. Maar ik ben nu 16 en ik mag erin. En straks in januari ben ik nog steeds 16 en dan mag ik er ineens niet meer in. Nou, of je er niet in mag, dat is dat is de keuze van de ondernemer. Maar mijn dochter is bijvoorbeeld vorige maand 16 geworden. Ja, die mag nu op stap. Ze mag een biertje of een wijntje drinken tot 31 december 12 uur. En op 1 januari om 1 minuut over 12, als ze het biertje vast heeft, krijgt ze een boete van €90. Het effect kan heel positief zijn op latere leeftijd gaan drinken. Ja, er is wel uit volksgezondheidsoverweging. Kijk, je hersenen zijn uitgegroeid op het moment dat je 21, 22 jaar bent. Dus ja, hoe dichter je de alcoholleeftijd naar 21 gaat brengen, hoe minder schadelijke gevolgen het zal hebben voor de jongeren. Het is natuurlijk nu wel aangetoond en we weten het nu allemaal dat te veel drinken en drinken op jonge leeftijd, dat schadelijk is voor de ontwikkeling van je hersenen. Er zijn bepaalde drankjes die nog net verkocht mogen worden, omdat ze ze kunstmatig in een bepaalde percentage houden. En ga je s'avonds lekker stappen ergens anders, dan krijg je de echte drink. Hoe zit dat precies? Nou, we hebben de supermarkt varianten van sterke drank en de liqueurettes. Alles wat boven de 15% is, wordt gezien als sterke drank. Daar hebben we nu nog tot 1 januari, moet je daar 18 voor zijn om het te kopen. We hebben de supermarkt variant, dus we hebben hetzelfde smaakje, maar met lichter alcoholpercentage. Er zit alles tussen de 14,5 en de 14,9%. De sterkere variant die je in de slijterij mag kopen, die hebben een alcoholpercentage van boven de 20% vaak. Heb jij vanavond iets gehoord of is jou iets opgevallen in een bepaalde opmerking die echt dat je denkt van ja, dat is hem? Er is één uitspraak, die heb ik ook meteen getwitterd. En dat is: uitgaan is een feestje dat je samen moet verkennen. En dat was van David van het Horeca Interventieteam. En ik denk dat dat het helemaal samenvat. Dat is de essentie van de avond? Ja, dat is de essentie van de avond. Ja. Het hondenhuis van de dierenasiel Krijlo. Rossi, wacht maar op. Kom, we gaan naar buiten, naar het speelveld. Ja, hij heeft er zin in. Rossi is een krachtige en sterke hond. Hij is een kruising Amerikaanse bulldog, is gecastreerd en komt uit 2009. Rossi kan goed overweg met vreemde, oudere kinderen en kan alleen zijn. Voor Rossi zoeken we een actieve en krachtige eigenaar, zowel letterlijk als figuurlijk. Je moet leiding kunnen geven en stevig in je schoenen staan. Anders neemt Rossi een loopje met je. Ik ga ook even langs Sally, de rat. Het is een vrouwtje, een Japanner. Ja, een Japanner. Een Japanner is een witte rat met een gekleurde kop van snuit tot schouders en een streep van kop tot staart. Het is belangrijk dat de kooi spulletjes heeft, zoals slaaphuis, ladders, molentje en meer van die dingen. Anders gaat ze zich vervelen. Sally is een leuk spelkameraadje. Voor meer informatie bel, of beter, bezoek ook het dierenasiel Krijlo.